Vertrouw jou niet. Vertrouw jou niet. Goedemorgen, ik ben net wakker en Amber ook staat onder de douche. Het is nu 2:15 en volgens mij gaat haar telefoon trouwens. Nou, ik weet niet waar de telefoon is. Maar goed, we hebben best lang geslapen en we gaan zo eventjes lunchen in de stad. En heerlijk, dit moet een zondag zijn. Lekker geen verplichtingen, alleen maar eten op de planning. Ik heb trouwens al even een wasje gedraaid en nu ik het zeg, moet ik die nog even ophangen. Want het ligt nu hier allemaal op de grond. En ik heb trouwens echt... Ik weet niet eens meer wanneer ik mijn laatste was heb gedraaid. Er ligt zoveel zooi gewoon. Dus ik moet dat echt even gaan wassen vandaag. Oh, die telefoon gaat weer. Ik ga het toch maar even zoeken. Nou, ik kon hem serieus weer niet vinden. Maar goed. Och, even deze was ophangen. Onze droger heeft echt kuren of zo. Ik weet niet, maar... Ik hang het dus allemaal maar op. Maar daar word je was zo hard van. Die handdoeken, dat lijkt wel gewoon schuurpapier. Ah. Dit is wat ik aan heb. Trui van de Monk van Antwerpen gesnierd. Nicky broekje. Panty en die schoenen van A&M. En ik heb mijn haar gevlocht. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ja, hij staat alleen niet scherp. Geen drol aan. We zitten eindelijk in de auto. Zo'n honger, dus 2 uur nog niks gegeten. Madame de Diva die... Die trek het ook niet meer. Ik kan niet meer. Echt gewoon zo'n flauw gevoel ben ik ervan. Ja, ik word misselijk. Gewoon misselijk, ja. Dat kotsen, kotsen, ja. Kotsen van honger. Ah, jezus. Straks lekker volstouwen. Can't wait. Oh, maar je moet nog meer crème fraîche maken. Zo, wauw, we hebben weer gegeten. Zoveel. Ik doe het zo niet normaal voor, zo misselijk. Kotsmisselijk. Echt kots en kotsmisselijk gewoon. Koud. Bizar. Maar goed, koud ook, ja. Dus niet normaal. Het is ook weer donker aan het worden. Heesjes. Geen daglicht gezien vandaag. Het weekend gaat ook te snel voorbij. Morgen moeten we al werken. Werken. Niemand wil dat. Oh, niemand wil dat. Zo, ik ben weer thuis. En ik ga denk ik even nog een wasje draaien. Deze is nog steeds nat. Minder weer. Ja, ach. Zeg maar, als ik dit al zie, heb ik hier echt geen zin in. Dus ik ga het ook niet doen. Dikke lul. Het is inmiddels niet 5 uur, maar het is 5:06. Waarom staat er dan 5:45? Waarom staat er dan 5 uur op de magnetron? Geen idee. Ik ga even lekker editen en zo. En Femke en Antea komen als het goed is... Vanavond weer thuis vanuit Hendrik Ido Ambacht. Dus dat zou chill zijn. Dan ben ik niet meer zo zielig alleen. Ik was een beetje gaan editen en zo. En ik lig nu in bed en ik ben echt zo moe aan het worden. Het is nu 8:15. Ik hoef niet meer te eten. Ik zit echt vol. En ik ben zo moe. Ik ga denk ik even lekker slapen. Ik hoef morgen wel pas later beginnen. Dus het maakt niet zo heel veel uit als ik straks wakker word. En dan daarna pas weer laat kan gaan slapen. Maar ik... Echt een hele brakke zondag. Ik heb geen kater trouwens van gisteren. Het Amaral, maar ik had nergens last van. Dus dat vind ik wel fijn. Want dan ben ik echt de hele dag niet te genieten. En nu kan ik gewoon lekker in bed liggen. En geen verplichtingen. Heerlijk. Het is 9:30 en ik ben weer wakker. Ik ga even eten. Ovenfrietjes en sojabonen. Heel creatief. Maar ik weet even niks anders. Dus ik heb wel een beetje honger nu. En Fem en Antea zijn weer thuis. Mijn Femke slaapt alweer. En Antea en ik gaan kaarten. Echt heel triest, maar we hebben niks te doen. Dus op zich best leuk. Maar we wisten geen kaartspellen meer. Dus nu hebben we de regels van pesten opgezocht. Althans, jij. En nu gaan we lekker pesten. We hebben de snacks weer klaargelegd. Doni chocoloni, chocolade, kruidnoten. Ja, een of andere Milka bar. En aardbeietje. Neppen dan. En Antea heeft ook nog Pop-Tarts, dus die ga ik even in de magnetron doen. Dit is de Frosted Chocolate Chip Cookie Dough smaak. We hebben alleen maar zoete troep. Ja, we hebben echt alleen maar zoete troep.
We hebben nu 3 potjes gespeeld. En ik heb er 2 gewonnen, niet 3 helaas. Maar ik moet zeggen, ben het pesten nog niet geleerd. Houd toch op, houd. Zo zie je maar weer. Niet juichen voor je de wedstrijd hebt gewonnen, want Otto, jij maakt een flinke comeback. En leuk dat ze het vindt. Genietings! Oké. Okay. Zo, maar voorstel dat ze er weer tegen haar gaat. Voelt goed, hè, winnen. En nou de feeling girl. Oh, even die girl. Ja. Ja, je mag. Ik vertrouw jou niet. Ik vertrouw jou niet. Het wordt ruit. Het wordt hard, laatste kaart. Hé, hey, hebben jullie dit gezien? Als ik ga filmen, dan gaat ze winnen. 3, 2. Wow. Fuck this shit. Wow, het is 4, 2. Nee. 7, 3 aan het verliezen. Not amused. Soort van, ik ben schattig. Ik lig er zoveel over bij. Op een puntje van de tafel. Ik heb het helaas niet op film staan. Maar Anthea zei net, terwijl ze de kaart aan het schudden was. I'm the queen. Ik ga er alles, maar dan ook alles aan doen. Om haar uit die baan te halen. Queen. Heb je die nieuwe clip gezien van Beyoncé? Dit historische moment even op film zetten. Dit ligt er op tafel. En dit heb ik. Hoppata. Hoe voelt dat, Althea? 7-4, bitches. Ik sta nog steeds aardig achter, maar het komt allemaal goed. Zo, om jezelf te zien. Ja, grappig hè? Bloedhondje. 1 keer verloren. Bloedhondje. Daar kom je ver mee in het leven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Dames en heren, we gaan nu een ware 7-5 zien. Dit is wat op de tafel ligt. Dit is wat ik heb. En ik had er schoppen van gemaakt. Best logisch natuurlijk, als de laatste kaart die je hebt ook daadwerkelijk schoppen is. Eat that. Fireball. Gelijk mijn demo gebruiken. Nog 2 potjes. En I'm back in the game. Wat? Jij bent zo erg. Dit komt haar duur te staan. Ik heb alweer laatste kaart. Nee. Maar nog even niet. De overwinning is nabij, maar ik heb nu ongeveer 5 keer laatste kaart gehad. Mocht niet baten. It's just died, want jij heeft weer gewonnen. What the fuck? Er zijn een aantal snacks bijgekomen. En dan Thea zit daar mijn lege bakje sojasaus uit te likken. Dat is meer bad. Ja. Camera staat uit en wie wint er? Heerlijk. Wat wil je nou horen? Ja, dan de best. Hoeveel is het nu? 8, 5 of zo? Wat? 8. 5. Wordt het verschil nog even? 8. Almost back on track, no problem. No problem. Want zij heeft weer gewonnen. 9-5. Ja. That's how I roll, bitches. Yeah. En als de camera uitstaat, win ik natuurlijk weer. Glansrijk, deze laatste game. Laatste game? Ja, totdat ik bijna heb gewonnen.
Denk maar niet dat ik opgeef voordat ik jou heb ingehaald, madame. Ik schrok al. 9-6, bitches. Moni won again. 9-7, now we're talking. 9-8. Voel je het al heet worden onder je voetjes? Doen we de eerste 10 naald. Oké, wie het eerst... Ja, dan heb jij er nog 1. En ik 2. Ja. Oké, spannend. Wie het eerst de 10 naald heeft gewonnen. Accept it. Serieus, ik was er echt bijna. Ik had echt de laatste kaart. Ze had maar... echt een stuk of 12 in de hand. Had er even gewonnen. The queen is back, bitches. 10-8. 10. Ah. Oké, night. Oké, het is inmiddels 14:15. Ik moet morgen gewoon werken, dus ik ga slapen. Ik zie jullie morgen weer. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je dat nog niet gedaan hebt. En ik wil namelijk zo snel mogelijk 10.000 abonnees hebben. En je kunt me ook volgen op Twitter en Instagram. Namelijk op dit account. Tot morgen. Doeg.